zitten natuurlijk van mensen die zich langdurig ingezet hebben in het bestuur en ook anders planddiensten doen en die uitgebreid bezig zijn geweest. Nou ja, het is, die we nu gaan benoemen, is niet ieder, zijn er meer die in aanmerking komen. Dus, maar ja, goed, we zijn wel een vereniging waar bijna de halve vereniging. Kunnen we een stemming brengen toch wie dat wel en wie dat niet doet? Nou, goed, laat het zo zeggen. Heb jij wat gedaan dan voor de vrede? Nee, dat niet. Daar heb ik een andere mening over. Maar we kunnen niet iedereen nu het gelijk doen. Dus we hebben beperkt en het is door één persoon is het een beetje in gang gezet. Dus, maar we beginnen eigenlijk nu met een lid van verdiensten. Dat is Lea Noordijk, die al zeg maar ook van begin af aan lid is. 41 jaar. 41? Die al de stukjes geschreven hebben. Oktober 91 ook. Nou ja, ik heb zelf nog een soort oorkonde gemaakt. Ik heb foto. En er is een speltje wat via pas geregeld is, want lid van verdiensten. En ik heb toch een klein geintje. Wim staat er ook op. Hij heeft niet met twee keer eten, dan kunnen we niet eten. Nou ja, dan gaan we over tot Bas. Bas was secretaris en dat heeft hij een hele tijd gedaan. En hij hekte dat de laatste tijd tegen het secretarischap aan. Hè? Ook met de notulenschijf, dat was niet helemaal zijn ding. Zijn duifjes, dat was toch wel meer zijn roeping om daar in het bestuur te zitten. Maar ja, Bas doet zo heel veel voor de vereniging. De bar en de drank en het organiseren van alles, schoonmaken, de hele pikmak. Dus als er één erelid rechtvaardig is, dan is het Bas wel. Ja, oké. En dan heb ik ook een fotootje met het naamje en het ding. En een speltje. Hij staat er zelf op. En hoe lang ben jij lid, Bas? Ja, en ik heb van de vereniging een boek gekocht, want dat doet hij ook met als er een zeg, op de boot is. En hij moet wel regelen, komt hij ook altijd met een boek. Moet dat niet ook? Ik heb deze nog mee. Je hebt het zelf geregeld, dus je mag het zelf uitzoeken.